corona de officiële opening van Leiden 400 op 27 maart dwarsboomde, besloot de organisatie om een online opening te organiseren. Wat begon als een simpel ideetje om met een mobiele camera en een draadloze microfoon een livestream op te zetten, groeide in een paar weken uit tot een professionele, interactieve live opening met landelijke en internationale belangstelling. Voor wie het nog niet heeft meegekregen, dit jaar is het namelijk 400 jaar geleden dat het schip de Mayflower naar Amerika voer met aan boord de Pilgrims. Voordat deze Engelse separatisten de overtocht maakten en Plymouth Colony stichtten, leefden en werkten zij tussen 1609 en 1620 in Leiden, vrij van geloofsvervolging door de Engelse kroon. 400 jaar na deze reis organiseren Amerika, Engeland, de Native Nations en Nederland gezamenlijk een Four Nation Commemoration. Een internationale inclusieve herdenking, waarbij niet alleen het verhaal van de Pilgrims, maar ook de culturen en plaatsen waarmee zij in aanraking kwamen worden belicht. Onder het motto, als het publiek niet naar Leiden kan komen, dan brengen we Leiden naar het publiek, vond op 16 mei de digitale opening van het Pilgrimjaar Leiden 400 plaats. Door de opening digitaal live te streamen, konden buitenlandse organisaties en internationale partners hun achterban in tijden van lockdown trakteren op een buitengewone reis terug in de tijd. In een 3,5 uur durende live-uitzending kreeg het publiek uitleg over het belang van het internationale herdenkingsjaar, over het fascinerende verhaal van Leiden in de Gouden Eeuw en over de rol van de pilgrims in deze tijd. De kijkers werden meegenomen op een stadswandeling door de historische binnenstad en maakten kennis met curatoren van Museum Volkenkunde, Museum de Lakenhal en het Leiden American Pilgrim Museum. Ze kregen inkijkjes in pilgrimmonumenten zoals Pieterskerk Leiden en het Champassijnhof waar de pilgrims 400 jaar geleden woonden. Ook werden zij geïnformeerd over de digitale reconstructies van verloren erfgoed en konden rondkijken in de Breestraat zoals die er in 1610 uitzag. De opening werd afgesloten bij Erfgoed Leiden en omstreken, op de plek waar de pilgrims wegvoeren uit Leiden. De digitale opening werd wereldwijd live gestreamd via veel verschillende Facebook-accounts en YouTube en werd gedeeld door internationale ambassades, consulaten en historische verenigingen. Kijkers konden live reageren op de uitzending, wat bijna 5000 interacties opleverde. Een expert van Erfgoed Leiden beantwoordde veel vragen online en ook live in de uitzending werd aandacht geschonken aan kijkersvragen. Van de ruim 150.000 personen die op de openingslink geklikt hebben, hebben ongeveer 50.000 personen de rondleiding langere tijd bekeken. Veel kijkers kwamen uit Amerika, op de voet gevolgd door kijkers uit Zuid-Holland en uit Engeland. Leiden was hiermee wereldwijd in beeld en staat nu ongetwijfeld op de bucketlist van vele toeristen.